de gezondheidsautoriteiten hebben op dit moment heel weinig swabtesten over, zegt gezondheidsminister Ummer Ramadien via een videoboodschap van de communicatiedienst Suriname. Al enige tijd doen geruchten de ronde dat vooral het aantal swab-sneltesten welke in voorraad zijn bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg aan het opraken is. We hebben ook een enorme uitdaging met betrekking tot onze testvoorraad, testcapaciteit. Wij hebben nog heel weinig testen over, maar we kunnen op zo'n vroegst denk ik dat wij aanstaande vrijdag onze testen binnen hebben. En dat wij inderdaad weer volop gaan kunnen testen. Dus we hopen dat goed gaat en dat wij in ieder oproepen vanuit de overheid, vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Ja, de Mohana is de eerste stap die je moet plegen. De eerste zijn de basisfactoren, basisvoorwaarden die er zijn om niet besmet te raken. Moet je mondkap op, je handen blijven wassen en afstand te houden. Ramadien zegt verder dat personen zich bij klachten gelijk moeten laten testen, omdat alleen dan duidelijk wordt of de persoon in isolatie moet. Ramadien stelt dat er genoeg vaccins in voorraad zijn. Als je nog niet gevaccineerd bent, hebben wij nu nog genoeg vaccins in voorraad. Als je gevaccineerd bent, probeer ook de boostershot te nemen. Dus we geven de adviezen, we geven de mensen de ruimte. U kunt vaccineren bij BOG, bij het zorghotel, u kunt vaccineren bij Tropkliniek, bij Wanica ziekenhuis, bij de RGD Polyklinieken. Op de website van CDS, op de website van Volksgezondheid BOG is er een lijst per dag waar en hoe laat vaccins worden toegediend en welke vaccins. De minister zegt dat de gelegenheid om zich te laten beschermen tegen het COVID-19-virus en vooral de Omicron-variant geen moeilijke zaak meer is. Ook verklapt de bewindsman dat alle swabposten landelijk gewijzigde openingstijden hebben om meer mensen te accommoderen. Het tijdstip is naar 11 uur 's avonds gebracht. Over de kwestie tussen de Vereniging van Medische Specialisten en het Staatsziekenfonds zei de minister eerder dat de gezondheidsautoriteiten middels onderhandelingen de zaak afwikkelen. Eerder heeft de voorzitter van de ziekenhuisraad ook met de ziekenhuisdirecteuren vergaderd over deze brandende kwestie. De redactie verneemt dat er licht is in de tunnel.